Dat ik het zo moet filmen, dat dan misschien de landelijke media het oppikt. Dus dan gaan we dat toch maar doen. Goedemorgen mensen. Onderweg naar de winkel, onderweg naar mijn zaak. Ja, dat zou gewerkt moeten worden. Mensen, er moet door mij iets van het hart af. Goedemorgen Wesley. Heel veel sterkte daar jongen, hoe gaat het nou met je moeder? Wesley, zijn moeder, ik hoop dat het nou beter gaat. Goedemorgen mensen, goedemorgen. Mensen, noemen mij iets van het hart af. Ik kijk net op internet en ik zie een artikel. Een artikel van de Limburger. Ik vind het schandalig. Er staat dat er een onderzoek moet komen naar de criminaliteit op woonwagenkampen. Dat het onderzoek plaats moet gevonden worden, dat moet dus allemaal zelf weten. Daar kan ik me niet mee bemoeien. Oh, wacht. Daar ben ik blij van. Ik hoop dat ze heel snel opknapt, jongen. Heel veel sterkte daar. Maar even terug op dat onderzoek. Ik vind het onzin. Tussen elk volk zit kaf. Dus ja, iedere bevolkingsgroep moet dan onder uitgezocht worden en noem het maar op. Maar wat ik het ergste vind, en dat vind ik diep en diep treurig, is dat de foto van onze kampeerwagens voor het gemeentehuis bij dit artikel gebruikt worden. Ik vind dat het in een land als Nederland niet mag. Hiermee suggereert de Limburger dat ik, een hardwerkende Nederlandse persoon, een crimineel ben. Dat vind ik niet eerlijk. Ik voel mij gediscrimineerd. Ik word daar verdrietig om. Iedere dag sta ik vroeg op om naar mijn werk te gaan. En heb ik niks te doen, dan ga ik venten. Of uitzetten. Of weet ik veel wat ik ga doen. Maar ik ben bezig om geld te verdienen. Op een eerlijke manier. Ik betaal daar belasting over. Ik betaal kapitale belasting. En iedere keer krijg ik het verwijt en de gezegde, je bent een crimineel. Ik vind het niet kunnen. Ik heb ook mijn zus gevraagd de redactie op te gaan bellen. Want hoe kan je dit doen? En is hier een mogelijkheid in? Ik ga dit ook bespreken met mijn advocaat. Is hier een mogelijkheid in om strafrechtelijk te vervolgen? Wesley, de media, ik weet niet, op een of andere manier pikt de media het niet meer op. Het gaat ze te vreedzaam. Als wij nou met z'n allen gaan vechten, dan komen we wel op NOS. Maar dat is wat ze willen. Dat is wat ze willen. Dus dat gaan wij niet doen. Ze willen ons op de kast jagen, daar zijn ze flink mee bezig. Maar het lukt niet. Maar ik blijf mijn mening zeggen, ik blijf vreedzaam. En ik blijf alles vastleggen. In het gemeentehuis mag ik niet filmen, maar in het gemeentehuis worden we gechanteerd. Weet je wat het is, jongens? Jullie krijgen een betalingsregeling, maar dan mag je wel landgraaf niet meer in. Het slaat toch helemaal nergens op? Mensen, de reacties gaan me echt veel te snel. Die kan ik niet allemaal lezen. Ik ben aan het rijden, sorry daarvoor. Maar het slaat gewoon totaal helemaal nergens op dat een krant een foto publiceert van mij en mijn broers kampeerwagen onder een stuk onderzoek naar criminaliteit op woonwagenkampen. Dat suggereren ze dat wij criminelen zijn. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben geen crimineel. En ik praat voor helemaal niemand anders, maar ik praat over mezelf. Ik ben geen crimineel. Ik werk mijn eigen tering in. Iedere dag opnieuw om een steentje brood te kunnen verdienen. En het wordt iedere dag moeilijker en dat is iedereen met me eens. Maar ik blijf aan het eten. Ik zal niet verhongeren. Daar zorg ik zelf wel voor. Die capaciteiten heb ik gelukkig. Alleen, ja, ik weet niet hoe ik het moet brengen mensen, maar ik word hier verdrietig van. Ik word hier heel verdrietig van.
de mensen die langs willen komen, jullie zijn natuurlijk hartstikke welkom. Er is altijd iemand bij de wagen. Koffie kan altijd gezet worden. Dus dan weten jullie dat. We hebben gelukkig onze wagens terug. Dus we hebben weer lekker geslapen vannacht. Ja, met die vinger wordt meteen gewezen inderdaad. Je hebt een stempel. Die stempel kom je gewoon echt niet af. En dat vind ik erg. Dat vind ik erg. En mensen, ik weet eigenlijk niet wat ik verder moet zeggen. Dit moest gewoon echt even van mijn hart af. En ik heb van mijn broer geleerd, je moet van je hart geen moordkuil meer maken. Dus dat doe ik bij deze ook niet meer. Ik zeg gewoon wat ik denk. En hoe mijn broer dat leuk zei, van de boze reacties kennen me aan mijn reet roesten. Maar ik vind dit niet kunnen. Ik vind dit in een land als Nederland niet kunnen. Waarom die foto? Waarom? Ben ik een crimineel? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik een crimineel ben. En ik zeg niet dat ik nooit in mijn leven iets gedaan heb, want dat is onzin. Maar bij mijn ogen ben je een crimineel als je... Ja, als je hele erge dingen doet. En die dingetjes waarvan je in leven blijft. Die dingetjes waar je andere mensen weinig pijn mee doet. Voor mij ben je een crimineel als je dingen van een graf afsteelt. Dan ben je een crimineel, in mijn ogen. Dat soort dingen, dan zie ik je als crimineel. En, ja. Hier zie ik een reactie van de week, zeg je dat je van de week 800 de man... Luister, ik ben aan venten met accu's. De ene keer heb je mazzel, de andere keer niet. Ik heb ze niet gestolen, als iemand dat soms denkt. Ik ben naar binnen gelopen, ik heb gevraagd om oude accu's. En die man die vroeg, die zei van... Nou, ik heb toevallig een bakje oude accu's, die mag je hebben. Toen kreeg ik ze mee. Is dat crimineel? Ik vind dat niet crimineel. Dus, mensen... Ik heb mijn hart even gelucht. En bedankt allemaal voor het kijken weer. Ik wens jullie een fijne dag. En als er wat is, dan horen jullie ons weer. Even kijken, hoe doe ik dat heen?